De onderzoeksraad noemt in het rapport niet de exacte plek van waar die boekraket gelanceerd is. Daar is nog meer onderzoek voor nodig, staat in het rapport. De onderzoeksraad beperkt het gebied wel. Het gaat om een gebied in het oosten van Oekraïne van 320 vierkante kilometer. Dat is ongeveer 2 keer de oppervlakte van Texel. Op het moment van de crash werd daar gevochten. Zowel Rusland als Oekraïne hebben zelf onderzoek gedaan naar de lanceerlocatie. De Russen wijzen dit blauwe gebied aan als lanceerplek. Het Oekraïense onderzoek is nog specifieker. Zij hebben een locatie gemarkeerd van 4 vierkante kilometer, het gele vierkant. De researchredactie van RTL Nieuws deed eerder zelf onderzoek naar de exacte positie van de boekraket. Dat ligt in het gebied dat ook de Oekraïners aanwijzen. Het rapport zegt niet wie het gebied op het moment van de crash in handen heeft, maar voorzitter Joustra maakt dat later in een interview wel duidelijk. Het is een gebied wat de grenzen waren wat fluctuerend, maar het is een gebied waar pro-Russische rebellen de dienst uitmaakten. Correspondent Jeroen Akkermans is in Donetsk in Oekraïne. Ja, Jeroen, jij bent vaak terug geweest naar de rampplek. Je hebt daar zelf eigen onderzoek gedaan. Hoe belangrijk is het nou dat die lanceerpositie, die exacte positie, ontbreekt in dit rapport? Ja, ik ervaar dat als een groot gemis. De lanceerpositie, dat gaat namelijk over de toedracht. En dat was toch de opdracht van de OVV. Ja, nu krijg je dat de speculaties zullen doorgaan. Het grote politieke steekspel zal aanhouden. En vanochtend zagen we er al een voorproefje van in Moskou. Waar ten overstaan van honderden journalisten van over de hele wereld. Ja, de boekfabrikant met een eigen versie van de exacte lanceerpositie kwam. De wereldpers is ingevlogen voor een gelikte presentatie. De bouwer van de boekraket is er alles aan gelegen dat hun versie van de waarheid gehoord wordt. Kaarten en flitsende animaties moeten de journalisten overtuigen. Het bedrijf heeft zelfs een experiment gedaan dat hun gelijk moet ondersteunen. Het opblazen van een boekraket bij dit vliegtuigmodel bewijst volgens de bouwer dat de onderzoeksraad er flink naast zit. Resultaten van experimenten opvergelen. Na de presentatie worden er netjes vragen beantwoord, maar kritiek op het eigen onderzoek wordt afgewezen. Ja, Jeroen, nou heeft Joustra, de voorzitter van de onderzoeksraad, gezegd dat die boekraket uit het gebied komt waar de separatisten, de pro-Russen, het voor het zeggen hadden. Het staat niet in het officiële rapport. Waarom is dat, denk jij? Ja, het kwam voor mij persoonlijk als een verrassing. Maar ja, de lanceerpositie, dat zegt niet alleen iets over de toedracht. Het kan ook veel vertellen over de daders. Nou, dat na de presentatie de heer Joustra en dus ook de OVV zeggen dat ze de schuldigen zoeken aan de Russische kant. Ja, dat geeft dan eigenlijk toch aan dat ze in elk geval daar de schuldigen gezocht moeten worden. Ja, wil je de hoop levend houden dat de daders alsnog gevonden worden, ja, dan zul je toch Rusland binnenboord moeten houden. Nou, en ik denk dat er daarom voor gekozen is om misschien onder grote politieke druk uit Rusland om een passage over de exacte lanceerpositie te schrappen.